zijn hier in het Kyocera Stadion en we hebben een gesprek met algemeen directeur interim Matthijs Manders. Matthijs, sinds april ben jij werkzaam in het Kyocera Stadion. Hectische tijd, neem ik aan. Altijd hectisch. We zijn een voetbalbedrijf. Daar gebeurt altijd wat. En bij ADO al helemaal. Positief en negatief. Maar ik ben vol enthousiasme begonnen. En ik ben blij dat ik weer terug ben bij ADO Den Haag. In 2011 heb je 5 maanden dezelfde functie bekleed. Als je nu kijkt naar die periode. Inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden. En nu is er al veel veranderd. Ja, vind ik wel. De tijd heeft niet stilgestaan. ADO is 5 jaar verder. Professionele bedrijf geworden. Er geldt een wat andere structuur. Het is voor een deel natuurlijk te vergelijken, maar we blijven natuurlijk nog steeds de Haagse voetbalclub. Maar ik denk dat we op professioneel vlak toch wel wat stappen hebben gezet. Nog steeds in de functie van interim directeur. Hoe staat het met het definitieve directeurschap? Ja, dat is een detail. Kijk, destijds ben ik gevraagd om Jan Willem tijdelijk te vervangen. Want iemand moet immers de dagelijkse leiding op zich nemen. Die vraag is toen aan mij gesteld. Ik heb ook mijn eigen bedrijf. Ik heb daar ja tegen gezegd. En we hebben contacten en gesprekken met elkaar om te zien of interim uiteindelijk kan omgezet worden in een vaste aanstelling. Wanneer is de verwachting dat definitief bekend wordt? Weet ik niet. Dat gaat via een RVC-besluit. En dat staat niet bij mij bovenaan de agenda. Dus dat zal bij de volgende vergadering wel ter sprake komen. Tijdens de persconferentie toen je gepresenteerd werd, was een van je uitspraken van: mijn belangrijkste opdracht is dat om hier vooral weer over voetbal te laten gaan. Zit je wat dat betreft aardig op koers, denk je? Ja, ik denk het wel. En laat ik vooropstellen dat ik dat ook het allerbelangrijkste vind. En je moet ergens beginnen en je begint vaak toch boven in de organisatie. En met de komst van Dick Advocaat als technisch adviseur, met Petro als onze nieuwe trainer, Kees Jansma en Jol in de RVC, met Martin Toeter dadelijk bij, denk ik dat het hier weer over voetbal gaat. En het moet over niets anders dan voetbal gaan. Ik vind ook dat alles hier in het teken moet staan van topsport en van voetbal. En daar moet alles en iedereen voor wijken. En dat is waar het over gaat en moet gaan. En dat mis ik af en toe wel een beetje nog. Hè, dat het ook over allerlei andere zaken gaat. We hebben 1 activiteit en dat is betaald voetbal. En daar moet alles voor in het teken staan. Ook een van de opdrachten was om gezond budget samen te stellen. Inmiddels ook ingeleverd bij de KNVB. Is het sowieso al geaccordeerd? Is men daar tevreden over vanuit Zeist? Nou, als ze tevreden zijn, dat vind ik niet zo relevant. Nee, het is een budget wat voldoet aan alle voorwaarden. En waarin wij binnen de RVC ook akkoord hebben gegeven. Of binnen de AVA, moet ik eigenlijk zeggen. Het is een budget waar we mee vooruit kunnen. En we moeten er wel keihard aan trekken. Ik lees wel eens verhalen alsof hier de sky the limit zou zijn. En misschien zijn die verwachtingen ooit gewekt. Hoewel, dat vraag ik me af hoor. Maar wij zijn een gezonde voetbalclub. We moeten onze eigen broek kunnen ophouden. Wij moeten heel zuinig zijn op onze centen. En dat geldt volgens mij naast ADO voor alle clubs in de Eredivisie. En daar werken we iedere dag heel hard aan. ADO zit op dit moment in de categorie 2, na heel kort in categorie 1 gezeten te hebben. Het meest ideale scenario is natuurlijk indelen in categorie 3. Ja. Als je daar een tijdsplan aan hangt, wanneer denk je dat jullie in die categorie terecht kunnen gaan komen? Nou, dat weet ik niet. Het heeft ook een beetje te maken met de formule, zeg maar. En je kunt natuurlijk kunstmatig misschien er alles aan doen om in categorie 3 terecht te komen. Uiteindelijk gaat het mij erom dat wij een gezonde club zijn met een gezonde liquiditeit. En we hebben goede liquiditeit. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat waarborgt uiteindelijk de continuïteit van de club. En daar zit ik ook voor. En dat is waar het volgens mij om moet gaan. Via jouw voorganger kwam er buiten dat er echt gesnoeid moest gaan worden, onder andere in kantoorpersoneel. Kun je die mensen inmiddels geruststellen dat dat niet het geval gaat worden? Nou, kijk, ik ben natuurlijk nog maar heel kort hier. En de eerste aandacht is toch gegaan naar de technische kant van onze organisatie. Hè. Dus ik ben druk bezig geweest met Dick Advocaat. Met het vinden uiteindelijk van een trainer, de gesprekken met Vitesse over Henk. Toch een analyse gemaakt van de selectie. Dus daar zit veel aandacht en tijd in, nu nog steeds. Hè, want er is natuurlijk veel vraag die bij mij komt van welke spelers gaan er komen. Nou, je zult begrijpen dat daar op dit moment alle aandacht naar uit moet gaan. Want één ding is zeker, het eerste weekend van augustus moet er gevoetbald worden. En daar moet alles voor in het werk worden gesteld. En de fase daarna gaan we kijken, oké, hoe zijn we georganiseerd? Waar zitten de mogelijkheden, waar liggen de kansen voor ons om onze organisatie ook klaar te maken voor dat topsportbedrijf wat we willen en moeten zijn naar de toekomst toe. En daar ga ik nog mee beginnen. Dus daar kan ik nog inhoudelijk helemaal niks over zeggen.
Het budget zou ongeveer hetzelfde zijn, 15 miljoen. Als we daar gemakshalve van uitgaan, dan kan je dat vertalen naar de positie op de ranglijst. Kom je bij de plaatsen 12 tot en met 15. Is dat ook die positie, of tenminste tussen die nummer 12 en nummer 15 in de opdracht die Petrovic meekrijgt om daar in ieder geval tussen te eindigen? Nou, de budget ligt wel iets hoger en de ambitie is misschien ook wel wat misschien hebben we wel meer ambitie en ik denk dat we daar wel heel realistisch moeten zijn. Kijk, het allerbelangrijkste, en dat is vrij flauw om te zeggen hoor, want dat is misschien niet direct mijn ambitie, maar het belangrijkste is wel dat wij als ADO snel moeten zorgen dat we gewoon met goed voetbal op een relatief veilige plek terechtkomen. Maar zeker de ambitie zullen hebben. En zo willen we ook het veld ingaan om de strijd aan te gaan om een wedstrijd te winnen. En dat je hem een keer verliest, dat is helemaal niet erg. Maar als je wel maar met die instelling het veld ingaat, dat past bij ADO. Dat verwachten onze supporters, dat verwachten onze sponsoren. Dat is ook wel een beetje de mentaliteit van Petrovic. En nogmaals, we gaan echt niet alle wedstrijden winnen. Maar ik denk dat wij in de basis ook gewoon een hele goede selectie hebben. Ik hoor wel eens dat mensen zich daar zorgen over maakt. Kijk even wat er nu staat. In aantal moet er nog wel iets gebeuren. Maar qua kwaliteit heeft ADO denk ik hele goede spelers al in huis. Dus wat dat betreft ben ik misschien, hoe noem je dat? Noem me naïef, dat weet ik niet. Maar ik denk dat wij veel in huis hebben, zeg maar, om er een leuk jaar van te maken. United Fansen heeft de club min of meer gekocht. Via meneer Wang is naar buiten gekomen dat ADO toch min of meer zijn eigen broek dient op te houden. Hoe denken jullie dat te gaan realiseren? Nou, dat is meer mijn uitspraak geweest. Hè. We hebben UVS als aandeelhouder en heeft de aandelen overgenomen en heeft daarna 3,5 miljoen euro in de club gestort. Dat is al vrij uniek, hè. Want dat gebeurt in het voetbal niet zo heel vaak, dat een aandeelhouder zomaar 3,5 miljoen in de club stort. Dat geld dat hebben we goed besteed. Ik heb alleen altijd gezegd, het is prachtig als we een aandeelhouder hebben die ons helpt om misschien sportieve doelstellingen wat sneller op kortere termijn te kunnen realiseren. Soms moet er dan ook wel wat gebeuren. Van de andere kant, en nogmaals, dat is eigenlijk mijn eigen uitspraak als directeur van ADO, vind ik dat wij als club gewoon onze eigen broek moeten kunnen ophouden. En dat kunnen we ook uitstekend. En je moet slim zijn. En het begint met een goed netwerk. Spelers voor je willen voetballen. Met een goed plan, denk ik, je speler overtuigen. Daar moet ADO gewoon heel creatief in zijn. Ook het scoutingsapparaat is goed onder de aandacht brengen. Kijken of we daar zaken anders moeten regelen. Heel belangrijk om de jeugd en het eerste op elkaar te laten aansluiten. Maar uiteindelijk kunnen wij het prima zelf natuurlijk. Een aandeelhouder is ook niet aandeelhouder geworden om ieder jaar een paar miljoen in de club te storten en maar te zien wat er gebeurt. Een aandeelhouder gelooft in de langere termijn, gelooft in ons plan. Waar willen we staan over 5 jaar? En daar op haar manier een bijdrage aan probeert te leveren. Je had het net over het netwerk, maar dan het netwerk wat ik bedoel is in commerciële zin. Hoe kan je nou op een gegeven moment toch die grotere bedrijven die we toch hebben hier in de regio Den Haag, Egon, Nationale Nederlanden, een keer interesseren om bij ADO Haag wat te gaan doen? In plaats van dat ze bij 020 Ajax hebben geïnvesteerd en bij de Nationale Schaatsbond. Hoe kan je dat soort bedrijven toch een keer deze kant op krijgen? Nou, kijk, wij moeten hier een goede afspiegeling zijn en dat betekent dat we het MKB moeten koesteren. Het MKB heeft ons jarenlang geholpen om te bereiken wat we vandaag de dag hebben bereikt samen met onze supporters. Ik ben ervan overtuigd dat ook grotere bedrijven bij ADO prima aan bod zouden moeten kunnen komen. Dat begint wel met een goed verhaal. Op dit moment werken we daar ook aan. Dat is wel een kwestie van iets langere adem. Het is niet zo dat wij nou naar een van deze grote bedrijven gaan koffie drinken en met 5 ton of miljoen aan sponsorgeld naar buiten lopen. Zo simpel gaat dat niet anno 2016. Ook daar gaat het om partnerships. Grote bedrijven kijken veel breder dan alleen maar de sportieve resultaten die wij op het veld willen boeken. Die kijken echt naar een partnership. Hoe kun je daar met elkaar een invulling aan geven? En hoe kun je op de langere termijn elkaar, zeg maar, naar een volgende fase brengen? Dat zal ook de insteek zijn. Maar ik kan je wel beloven dat wij zeker de komende maanden met veel daar veel initiatief en tijd aan gaan besteden om het grotere bedrijfsleven op zijn minst uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan. En dus te bezien wat de eventuele mogelijkheden zullen gaan zijn op de korte of de langere termijn. Een van je andere uitspraken was tijdens je persconferentie dat je vond dat ADO structureel te laag op de ranglijst staat. Altijd veel te veel gedoe is. Hoe kan je nou die voorwaarden creëren om dat aspect wat je dan in die persconferentie benadrukt hebt naar de achtergrond te
te zetten, zeg maar. Dat heb ik gezegd en dat meen ik oprecht. En dan val ik terug op wat ik net in het begin zei. Het begint met de allerbeste mensen. En volgens mij hebben wij aan de technische kant van ADO de allerbeste mensen in de organisatie binnengehaald die je maar kunt wensen. En daar begint het denk ik mee. En daar zal vanuit hun kennis en hun achtergrond en hun netwerk zullen we naar de volgende fase moeten gaan. En zo stap voor stap, zeg maar, er alles aan doen. Hand in hand met commercie om ervoor te zorgen dat ADO daadwerkelijk nou eens een keer die stap gaat zetten naar een wat structureel hogere plaats op de ranglijst. Ik geloof daar oprecht in, anders was ik ook zeker niet aan begonnen. En het is hard werken en dat gaat ook helemaal niet in een jaar. Sterker nog, dat is ook helemaal niet verstandig. Je organisatie zal ook stap voor stap uiteindelijk naar dat niveau moeten toegroeien. En het is natuurlijk te gek voor woorden nog steeds dat het ons op wat voor reden ook niet is gelukt. En mijn idee is altijd geweest, laten we dan nu alles eraan doen om met die beste mensen die ik net al noemde de eerste stap te zetten om uiteindelijk die plek, ja, om voor die plek te gaan, zeg maar. Want het is te gek voor dat wij als ADO eigenlijk toch structureel een beetje in het rechterrijtje aan het voetballen zijn. Terwijl wij een fantastische stad hebben met een fantastisch stadion, 15.000 plekken, de mooiste ruimtes en business units hebben voor onze sponsoren. Dus daar zit gewoon natuurlijk veel meer in. Daar zijn we allemaal wel van overtuigd. Maar het belangrijkste misschien, en dat wil ik dan ook wel gezegd hebben, niemand is groter dan deze club. Wij zijn ADO en wij staan schouder aan schouder. En met z'n allen gaan we dat doel realiseren. Maar dat betekent wel dat we wel met z'n allen dat geloof moeten hebben dat het ook kan. En dat we niet meer te veel rekening houden met alle individuele belangen die er bij een club misschien zouden heersen. Nee, het gaat mij om het totaalbelang. En als wij met elkaar schouder aan schouder gaan staan binnen Den Haag, dan ben ik ervan overtuigd dat het ons moet gaan lukken. In het verlengde daarvan heb je ook gezegd van dat de magere bezetting van de hoofdtribune jou zorgen baarde, gezien het potentieel wat dat toch is in de regio Den Haag. Eigenlijk inhakend op datgene wat je net zegt. Wat kan je daar dan aan doen om dat beter voor elkaar te boksen? Nou, ten eerste is er een kausaal verband met de prestaties op het veld. En dan kom je altijd weer in de bekende spiraal. En die is misschien iets te veel naar beneden gericht de laatste tijd. En die spiraal die moet weer naar boven. Dat betekent goed voetbal, daar heb je geld voor nodig. En geld komt bij goed voetbal. Ik denk dat dat hand in hand moet gaan. En wij moeten zorgen dat er goed voetbal gespeeld wordt. En dat wij daar de juiste spelers bij weten te halen. Nou, op dit moment is dat natuurlijk vrij lastig, omdat we niet een ongelimiteerd budget hebben. Van de andere kant betekent het ook dat we met onze sponsoren duidelijke afspraken moeten maken. Dat iedereen zich hier thuis voelt. En dat wij met een goede, een goed verhaal, zeg maar, niet op de korte termijn voor het komende seizoen, maar een iets langere termijnvisie met elkaar ontwikkelen, zeg maar, waardoor sponsoren aangehaakt raken en dat ze denken, wacht eens even, hier wil ik deel van uitmaken. Ik wil dit verhaal mee gaan maken. Ik wil eraan meedoen op mijn eigen manier. Hè. Ik snap heus dat niet iedere sponsor ook een ongelimiteerd budget heeft, maar je moet enthousiast raken uiteindelijk van hetgeen wat wij proberen neer te zetten. En dat is één. En twee, het klopt dat er veel, te veel in mijn ogen, lege plekken zijn aan deze kant van de tribune, aan de hoofdtribune. Dat zal ongetwijfeld ook een voorgeschiedenis hebben. Het heeft misschien ook te maken met de hele opbouw van het prijsmodel van het stadion. Daar moeten we ook gewoon eens een keer goed naar kijken hoe we dat nou, of dat nog beter kan en anders kan, waardoor het misschien ook wat makkelijker gevuld wordt. Chinese eigenaar, je hebt ook gezegd van er liggen enorm veel kansen in China. Alleen die kon je destijds tijdens de persconferentie nog niet echt concreet benoemen. Kun je dat inmiddels wel? Nou, die vraag krijg ik vaak en mijn antwoord blijft daar toch een beetje hetzelfde voor dit moment. Tuurlijk is die mogelijkheid gigantisch daar. In 2030 wil China wereldkampioen voetbal kunnen worden. Dat betekent dat daar aan de infrastructuurkant ontzettend veel gaat gebeuren. Daar lezen we inmiddels dagelijks over in de krant. De miljarden vliegen hier bij wijze van spreken om de oren. Maar Chinezen zijn niet gek. Net zoals dat wij niet gek zijn. Dus voordat er geïnvesteerd wordt, moet er wel een plan zijn. Ja. En het grote geld zit waarschijnlijk toch ook in het samenwerken. Voor wat betreft het inrichten van nieuwe academies in China. Onze know-how is heel erg belangrijk voor UVS om die aan te wenden, zeg maar. Om daar uiteindelijk ook de handen op elkaar te krijgen en geld los te krijgen. Dat is één. En twee, ja, en dat is meer commercieel gedacht in combinatie met sportief. Ik denk dat wij ook als club moeten nadenken en mee moeten werken om Chinese talenten in onze opleiding te huisvesten. Het belangrijkste moet ik er wel bij zeggen, het gaat wel om kwaliteit en talent. Het is niet omdat je Chinees bent kun je bij ons voetballen, nee. Maar als je Chinees bent en je bent ook nog eens een hele goede voetballer,
dan zouden we gek zijn om daar niet over mee te denken. Hetzelfde geldt in het eerste van ADO. Chinese voetballers die absoluut de kwaliteiten hebben om een waarde toe te voegen aan ons eerste elftal, die ontvangen we met open armen. Omdat dat natuurlijk ook gepaard gaat met commerciële mogelijkheden. Hè? Je moet je voorstellen dat als hier op een training en op een wedstrijddag de 50 journalisten staan en CCTV, de NOS van China, hier opnames komt maken, dan betekent dat er sponsorgeld vanuit China realistisch haalbaar is voor ons. Dus natuurlijk zijn we daarmee bezig en natuurlijk spelen we met die gedachten. Maar wel met die kanttekening dat het om absolute topvoetballers moet gaan. Want je moet natuurlijk wel kunnen bijdragen aan het realiseren van ons sportieve resultaat. Ja. Andere uitspraak van je was: als ik een goed plan neerleg, dan kunnen we wellicht die 1,7 miljoen alsnog tegemoet zien. Is dat nog steeds een reëel uitgangspunt? Nou, dat bedrag wil ik loslaten, want dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Hè. De bekende 3,7 miljoen, waarvan er 2 is binnengekomen. Dat is van voor mijn tijd. Ik weet alleen, en dat zeg ik ook steeds, er is 3,5 miljoen inmiddels door de eigenaar in de club gestort. Ik denk dat er op termijn zeker wat mogelijk is. Ik ga geen bedragen noemen, omdat ik ze ook niet weet. Maar wat ik wel heb gezegd, en dat herhaal ik dan nogmaals, zij zitten erin voor de lange termijn. Zij willen dat ADO een mooie toekomst tegemoet gaat. Zij snappen dat geld daar een hele belangrijke factor bij is. Maar willen van de andere kant gewoon wel bij ons ook zien dat wij de juiste beslissingen nemen. En dat we een goede visie hebben. En dat wij geloven in die visie. En dat wij hun daar vervolgens van overtuigen. En dan ben ik ervan overtuigd dat er zeker ook wel wat mogelijk gaat zijn. Even naar United Fencen. Zeng Li is de vooruitgeschoven post van United Fencen hier in Den Haag. Hoe staat het met het verlenen van zijn werkvergunning? Daar zijn we druk mee bezig. Dat is best een complex traject. En je zegt vooruitgeschoven post. UVS wil natuurlijk ook haar netwerk in Nederland uitbreiden. Zij willen toch ook het Nederlandse bedrijfsleven op een of andere manier zien te bereiken in de vorm van samenwerkingsmodellen, et cetera. Daarnaast is de brugfunctie tussen Nederland en China heel belangrijk. Dus ik vind het op zich wel een logische wens van hun kant dat UVS een vertegenwoordiging in Nederland heeft die ook dicht bij ADO staat om te zien of we samen juist iets kunnen creëren. Hè. Dat is waar het om gaat. Want in het verleden las ik wel eens dat Lee dan bij mijn voorganger dat ze naast elkaar gingen zitten en dat die controle kwam houden. Maar dat is absoluut helemaal niet in vragen. Daar gaat het helemaal niet om. Even naar je eigen bedrijf, Excellentum. Dat gaf je toen aan van, ja, dat is eigenlijk mijn core business. Ja. Staat het op dit moment dan op een laag pitje gezien je functie nu bij ADO? Nee, integendeel. Het bedrijf gaat hartstikke goed. Maar goed, ADO vroeg mij of ik hier wilde instappen. Nou ja, en als ADO met een plan komt en met mensen die de schouders eronder willen zetten, dan kun je daar geen nee tegen zeggen. Ik heb in mijn eigen bedrijf in Excellentum een aantal andere partners. Die op dit moment vol goede moed en vol gas daarmee doorgaan. En ik wat dat betreft een wat meer slapende vennoot ben op dit moment. En wel gewoon mijn netwerk inzet, maar het werk door anderen wordt gedaan in het bedrijf. En dat gaat prima verder. Is het medelijden met de heer Wang inmiddels gedaald? Dat was een van je uitspraken. Ik heb medelijden met de heer Wang. Wel in het context van dat hij even populair is. Medelijden. Ik snap, tuurlijk snap ik de emotie. En die komt ergens vandaan. En daar moet je helemaal niet voor weglopen. En dat vind ik ook het mooie aan ADO. Hè. Dus bij ADO, wij maken van ons hart geen moordkuil. Als we wat vinden, dan etaleren we dat. En laten we dat heel duidelijk merken. Ik merk wel dat op dit moment de toch wel wat is omgeslagen. En dan weet ik heus wel dat de bal bij ons ligt. Wij moeten laten zien nu dat wij er staan dadelijk in het nieuwe seizoen. Nogmaals, ik vind dat UVS na de overname en met de investering in de club al heeft laten zien dat ze graag willen. Ik vind uit mijn ervaringen met de heer Wang, ik vind het oprecht een aardige man. Ik vind een man die ook echt wel vooruit wil. Maar misschien ook wel links en rechts verrast is door wat het betekent, hè, om eigenaar van ADO te zijn. En er misschien krachten los zijn gekomen waar zij eigenlijk geen rekening mee hebben gehouden. Maar wat ik wel weet is dat inmiddels die relatie goed hersteld is. Dat ze graag vooruit willen, wij ook, met een plan. Dus medelijden is niet helemaal op zijn plaats. Hè. We zijn allemaal volwassen, we zijn zakenmensen. Dus tuurlijk kan hij ook wel omgaan met een stootje. Maar ik heb wel gezegd dat ik het niet helemaal verdiend vind dat een man op deze manier op dit moment wordt bejegend. Ja. En nogmaals, ik begrijp de emotie heel goed. En het is aan ons, denk ik, om ons gelijk te laten zien en er alles aan te doen om die relatie weer te normaliseren
En daarnaast, de eerste stappen zijn nog gezet. Hè. Ik heb de heer Wang meegenomen naar het supporters home niet zo lang geleden. Dat is een hele leuke bijeenkomst geweest. En nogmaals, praatjes vullen geen gaatjes, maar... Ik heb er alle vertrouwen in dat ook die relatie wel weer grotendeels trouwens al genormaliseerd is, maar ook gewoon weer genormaliseerd zal zijn. Het moet hier over ADO gaan en over voetbal, ongeacht wie hier de aandelen in de hand heeft. Daar moet het helemaal niet over gaan. Heb je een wekelijks contact met hem of één keer in de maand? Hoe moet dat, Ik heb in deze periode dagelijks contact, want we zitten natuurlijk in het transferwindow. Het is bijna juli en over een week of 5-6 begint de competitie. Ik wil meteen ook een beetje proberen die onrust dan weg te nemen bij de supporters die dit programma zien. Want natuurlijk zijn wij hartstikke druk bezig achter de schermen. En ik zie heel veel namen voorbij komen. Ik reageer niet op alle berichtjes en namen, want dat zou te ver gaan, denk ik. Want dat is niet verstandig. Natuurlijk zijn wij met ons plan bezig. En wij willen alleen Zelko en Dick Advocaat wel even de tijd geven. En die willen ze zelf ook om te zien van wat hebben we nu staan. Staat iedereen op de goede plek en waar hebben we uiteindelijk de behoefte? Kijk, dat Hansen vervangen moet worden, daar zullen we het over eens zijn. Ja. Maar uiteindelijk voor welke posities we de markt op gaan, nou, daar willen we goed over nadenken. En laat ik ook duidelijk zijn dat de beste transfers vaker wat later in de transferwindow plaatsvinden. Dus misschien is het helemaal niet zo verstandig om te vroeg zaken te doen. Even naar het sportieve verhaal. Petrovic, opvolger van Fraser. Volgens eigen zeggen stond hij op een lijstje. Stond hij ook gekandidateerd als nummer 1? Nou, ik praat niet over nummer 1 of 2 of 3. We hebben 3 kandidaten op de lijst gehad. We hebben een uitgebreid profiel gemaakt van waar moet een trainer bij ADO aan voldoen, idealiter. En vervolgens de kandidaten gewogen en uitvoerig besproken binnen de technische mensen van de organisatie. En uiteindelijk hebben we volmondig de keuze, of volmondig in ieder geval, unaniem de keuze voor Petrovic gemaakt. Even een zijsprongetje naar Advocaat en Jansma. Die zijn dan bij de club nu direct betrokken. Heeft dat veel overredingskracht gekost om die mensen echt bij de club te halen? Nou, overredingskracht, ik ben er een hele tijd mee bezig geweest. Dat is absoluut waar. Ik heb wel eens begrepen nadien dat mijn voorgangers ook verwoede pogingen hebben ondernomen om de heer op een of andere manier bij de club te betrekken. Dat weet ik verder niet, daar hebben we ook niet over gesproken. Ik heb in ieder geval eigenlijk vanaf dag 1 de stoute schoenen aangetrokken. Omdat ik, dat zei ik eerder ook, het begint denk ik bij de allerbeste mensen binnen de organisatie. Want dan gaat vervolgens, dan kun je gaan bouwen en dan kun je andere mensen bij je organisatie betrekken. Of het nou spelers zijn of technische staf of andere functies. Nou, dat is gelukt. Ik ben daar wel echt wel. Ik heb er aardig wat uren in zitten en vele avonden. Maar dat heb ik er uiteraard graag voor over. En het is gelukt in ieder geval om ze te binden bij de club, aan de club. En dat ben ik wel heel erg blij om. Niet voor mezelf, maar gewoon voor ADO. Advocaat heeft gezegd van ja, ik werd erg enthousiast van de plannen van Matthijs Manders. Kun je ons deelgenoot maken of een tipje van de sluier oplichten waar die plannen dan, als je op de korte termijn en de lange termijn kijkt, naartoe moeten leiden? Nou, kijk, we hebben een ambitie en daar vroeg je net ook al naar. Tuurlijk, ADO staat gewoon te laag, klaar. En nu moet het ook maar eens een keer gebeuren. En nogmaals, garanties hebben we nog helemaal niet, kan ik ook helemaal niet geven. En soms moet het ook een beetje meezitten, maar die ambitie, daar begint het wel mee. We hebben een ambitie naar elkaar uitgesproken waar ADO over 5 jaar wil staan. En daar gaan we alles voor in het werk stellen om dat te realiseren. Dat is een doelstelling die ik vooralsnog graag toch even binnen de organisatie wil houden. Want ik weet precies hoe het werkt in de pers. Als ik die doelstelling nu iets te veel extern ventileer, dan krijg ik iedere week de microfoon onder mijn neus als we een keer verloren hebben. En wat betekent dit voor de ambitie? Wij hebben een lange termijn visie en die weg gaat niet geleidelijk. Die gaat met pieken en dalen. En zeker in de dalen zullen we schouder aan schouder moeten staan. Blijven geloven in onze missie. Niet te veel laten afleiden door tijdelijk verlies of verliespartijen die we eventueel oplopen. Dat kan gebeuren, hè? Dat hoort erbij. En daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Je moet geloven in de mensen en in die spelers en in het langere termijn verhaal. En ik weet heus wel... Dit is de directeurspraat, dit is heel rationeel en ik begrijp de emotie heel goed. En gelukkig maar is er veel emotie en soms zal het even wat spanning opleveren. Maar ik denk dat het begin van het succes toch is dat je naast elkaar staat en samen gelooft in dat verhaal. En je niet te veel laat afleiden door de dagkoersen. En dat probeer ik ook echt te bewaken, dat proces. In het hedendaagse voetbal, of je dat dan wil of niet, is het toch vaak het budget wat bepaald is. Er zijn uitzonderingen, denk aan Leicester City. Maar op de lange termijn zou je toch je budget moeten gaan verhogen.
Dat schommelt nu rond de 15, 16 miljoen. Wat is het miljoenenbedrag waar je aan denkt als je kijkt naar de nabije en de verre toekomst? Nou, ik durf nog geen bedragen te noemen. Die heb ik natuurlijk wel op een kladblaadje staan. Ik denk dat er nog veel mogelijk is. Ik denk dat we dit stadion nog veel efficiënter kunnen exploiteren, zeker op wedstrijddagen. Ik denk dat daar misschien zelfs nog wel een miljoen te realiseren valt als je dat op een goede manier invult. Nou, we hadden het net al over het grotere bedrijfsleven. Dat zullen we moeten omarmen in combinatie met het MKB, wat ons al een warm hart toedraagt. Dus tuurlijk heb je die partijen nodig. En laten we wel wezen, mocht het ons lukken om uiteindelijk een goede Chinese voetballer in te passen in ADO 1, ja, dan kan het heel snel gaan. Hè? Want als China ADO gaat omarmen en we gaan op tv komen, dan ontstaat er dan gaan er krachten loskomen. Denk ik, die we nu niet eens kunnen overzien. Misschien overdrijf ik, maar ik ben er wel van overtuigd dat als we dat plan gaan laten slagen, dat ADO heel veel kan brengen. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En daar ligt een beetje de crux van het verhaal. De transferwindow sluit op 1 september aanstaande. De competitie begint 5 augustus. Ja. Hebben jullie een datum in je gedachten waarvan je in overleg uiteraard met Dick Advocaat en Petrovic de selectie goed voor het nieuwe seizoen rond willen hebben? Nee, we hebben niet echt een datum. Het streven is natuurlijk wel dat je eigenlijk zelfs in de voorbereiding al wil proberen een aantal jongens toe te voegen aan de groep. Hè, om met elkaar te kunnen trainen voordat je de eerste wedstrijd gaat spelen. En we zijn daar natuurlijk afhankelijk ook van de spelers zelf, van hun zaakwaarnemers en van hun clubs. Dus dat is een speelveld waar je mee te maken hebt. Dus onze wens is wel om bij de eerste dag van de competitie eigenlijk de selectie klaar te hebben. Van de andere kant, ja, misschien dat er nog 1 of 2 spelers op dat moment niet gerealiseerd zijn of lastig of in ieder geval het ons niet gelukt is. Dan zou het kunnen dat we daar de maand augustus dan eventueel nog voor gebruiken. Maar idealiter hebben wij bij het begin van de competitie onze selectie gewoon op orde. Om de strijd aan te gaan in de Eredivisie. Ik neem aan dat de keeperstrainer, zijn assistenttrainer, op korte termijn gepresenteerd gaat worden. Want je moet werken naar de competitie. Keepers willen natuurlijk graag op niveau getraind worden. Kun je daar iets over zeggen? Assistent hebben we natuurlijk, met Kaya. Maar je doelt op het vertrek van Zwam. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben nu op dit moment Raymond Mulder uit de jeugdopleiding die deze week de honneurs waarneemt. Dus hij is ook een van de kandidaten naast een aantal externe kandidaten. Dus ik hoop dat we daar snel duidelijkheid in hebben. Want dat vind ik wel belangrijk ook naar onze keepers toe, naar de Boer en Swinkels en onze keeper die we nog gaan aantrekken, want die jongens die moeten gewoon die moeten goede trainer hebben en dat is essentieel. Hansen is vertrokken, beter gezegd. Jurrius is een van de kandidaten van de Graafschap. Is dat een reële optie, denk je? Ja, ik lees die naam ook steeds. Het klopt dat er wel een keer contact is geweest tussen ADO en de Graafschap. Om gewoon eens te polsen of er eventueel met hem gepraat kan worden. Dat was wel in de tijd nog met Fraser als trainer en met God als technisch manager. We vinden het een hele goede keeper, maar ik moet heel eerlijk zijn dat we ook echt nog andere kandidaten op onze lijst hebben staan. Dus we willen daar op een gegeven moment wel snel duidelijkheid creëren. Maar we gaan wel voor de best mogelijke optie. Dus we hebben zeker ook andere kandidaten op onze lijst staan. Om het af te ronden, gebruikelijk is, min of meer gebruikelijk, kan ik beter zeggen, is om de voorbereidingsperiode hier in het stadion af te sluiten tegen een aansprekende tegenstander. Gaat dat nog gebeuren? Zeker. Ik heb 5 minuten geleden dat het programma rond is. Maar ik durf het nog niet even nu voor de camera te bevestigen. Want volgens mij moet de handtekening nog gezet worden. Maar wij spelen de laatste 2 weken voor de start van de competitie tegen volwaardige tegenstanders. Spaanse tegenstander, Espanyol? Nee, geen Espanyol gaat niet door. Het zijn 2 andere tegenstanders. Okay. Ja. Wanneer wordt dat definitief bekend? Misschien zelfs vandaag. Dan kan je het makkelijk zeggen, want dit wordt later uitgezonden. Ja, nee, maar ik weet het echt niet. Want misschien is het maandag, ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Maar ik ga het nog even niet bekendmaken. Het is zover dat ik het nog niet durf bekend te maken. Okay.